vernoemt nou zijn nieuwste model naar een stekelige plant, de cactus. Nou, Citroën die durft dat, want hier staat de Citroën C4 Cactus. Een bijzondere auto, dat zien we meteen. Het is een beetje een hoekig model, waardoor we een beetje in de crossover SUV hoek kunnen indelen. Maar toch is het ook weer qua formaat en qua hoogte eigenlijk een gewone middenklasser. Vandaar C4, dat geeft een beetje de positie aan. En toch vertelt dat eigenlijk niet waar de auto technisch op gebaseerd is. Want qua basis hebben we hier te maken met een auto uit de C3 familie. Nou, dat vertelt alweer een klein beetje meer over het concept achter deze auto. Een auto die direct in het oog springt door die grote kunststof beplating met zogenaamde airbumps. En daarvoor moeten we even dichterbij kijken. Die grote kunststof zijverplating die bevat zogenaamde airbumps. Dat zijn luchtkussentjes. Het is helemaal zacht materiaal. En daarmee moeten kleine aanrijdingen met fietsen, winkelwagentjes en zo, met name in druk stadsverkeer, worden opgevangen. Plaatwerkschade krijg je er niet door, lakschade ook niet, maar toch zul je af en toe door de krassen een nieuw paneel met airbumps moeten monteren. Al vanaf de start van de ontwikkeling van die C4 Cactus, die eerst tot een prototype leidde dat er bijna hetzelfde uitzag als deze productieauto, was het project erop gericht om de auto een heel laag gewicht te geven. Nou is dat niet zo moeilijk als er hele dure materialen worden gebruikt. Maar Citroën stelde zich tot doel een auto te ontwikkelen die bij de dealer staat vanaf 16.000 euro, dus zeer betaalbaar, maar die qua basisgewicht royaal onder de 1000 kilo blijft. Want hoe minder kilo's er meegenomen worden, hoe lager het brandstofverbruik. Nou, en dat lijkt met deze C4 Cactus helemaal gelukt. Het terugbrengen van dat gewicht en toch gebruik maken van traditionele normale materialen, dat zit hem in heel veel details aan deze auto. En één van die details, die zit hier achter die bagageklep. Daar opent zich een prima bagageruimte qua formaat. Maar als je goed kijkt, zie je hier een bank die slechts in zijn geheel kan worden neergeklapt. Het feit dat er niet is gekozen voor twee onafhankelijke delen, scheelt weer gewoon een paar kilo. Maar we hebben er nog meer. Zoals bijvoorbeeld de ruiten in de achterportieren. Die kunnen niet met een zwengeltje of elektrisch worden neergedraaid, maar worden opengedrukt. En gaan ook zo makkelijk weer dicht. Ook die buitenkant van die C4 Picasso bijzonder, dat geldt ook zeker voor het interieur. En daar zien we een aantal opvallende zaken. Het dashboard ligt redelijk laag. Daarin is daarom een behoorlijk bagagevak gemaakt. Vormgegeven als oude koffers, zoals het in de jaren 20-30 gebruik was. En die details zien we op nog meer plaatsen in het interieur. Omdat het dashboard zo laag is, kan daar dus niet de passagiersairbag geplaatst worden. Waar zit die? Juist, hier tegen het dak aan. Dat is toch weer eens wat anders. Dan zou je denken van nou, dan past daar ook geen zonneklep, maar jawel, Citroën heeft die zonneklep ietsjes verder naar achter geplaatst en het is weer aanwezig. We zien hier ook een glazen dak. Dat is een optie, is niet op alle uitvoeringen verkrijgbaar, maar wie de auto met het glazen dak kiest, het is geen glas, het is een hoogwaardige kunststof, die krijgt een auto die weer een paar kilo minder weegt, want ook in dit soort details zoekt Citroën het terugdringen van het gewicht. Ondanks een bescheiden meter platform en een hele keurige lengte van 4,16 meter,
is die C4 Cactus behoorlijk groot van binnen. Je ervaart die auto ook fors door de vierkantige, hoekige vormen. En ook gewoon de ruimte in het interieur is meer dan voldoende voor vier volwassenen. Een laag gewicht, dat betekent automatisch dat Citroën relatief compacte en zeer zuinige motoren kan toepassen. En daarbij is er een keuze uit een 1,2 liter driecilinder. Dezelfde motor met turbo en die levert voldoende vermogen in koppel voor zeer vlotte prestaties. En deze variant, we hebben hier te maken met de 1.6 HDI. En die versie die is zo zuinig dat die dit jaar en volgend jaar, dus tot en met eind 2015 op de Nederlandse markt, nog voldoet aan de normen voor 14% bijtelling. En dat samen met zijn vlotte uiterlijk, zijn voldoende ruimte in het interieur, moet die auto voor Citroën toch een redelijk succes kunnen opleveren. Maar ook die benzineversies voor de particuliere rijder zijn meer dan de moeite waard, zeker vanwege die gunstige prijsstelling waarvoor Citroën deze lichtgewichte auto, die niet te licht bevonden is, op de markt zet.